Heerlijk zo na al die drukte eventjes gewoon op pad te zijn in mijn eentje. Was vorige week bij de open dag van Kooistra, IDC, International Detector Center. En dat was echt geweldig. Was hartstikke leuk om iedereen even te zien, te spreken. Nou ja, even. Het was een hele dag. En daarna meteen weer aan het werk. En de drukke sores van de week. Dus het is gewoon heerlijk om gewoon nu op de donderdagmiddag even totaal in mijn eentje, in de alle rust, te gaan zoeken. Maakt me zelfs niet eens uit of ik wat vind of niet. Kijk, die kom je heel vaak tegen hier op dit veld. Tenminste op deze velden. Dat is een koosjeloodje. Dat is een zegelloodje of een accijnsloodje. Kijk, dat is leuk. Een muurhaakje. Dat is een echte vondst die bij stort hoort. Je vindt ze heel veel. Nou, deze is nog netjes recht en helemaal compleet. Met in de muur geslagen en dan kon je hier jas erop hangen. Sommige mensen zeggen ook wel eens dat het een scharniertje is van een kastje. Maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ja, gelukkig mogen meningen verschillen. Ik blijf het op een murenhaakje houden. Het voordeel van op een stortakker zoeken is dat je je kans vergroot om dingen te vinden. Het nadeel van stortakker zoeken is dat er ook bijvoorbeeld kachelslakken en huisvuil waar je echt niet op zit te wachten tussen ligt. Heel veel van dit soort frummeltjes, ja. Het is gesmolten lood, gesmolten tin. Soms ziet het er heel smutselig uit. Nou, deze is nog redelijk netjes. Ja, prachtig signaal. En je bent het voor niets aan het opgraven. Het is een beetje de treklippies onder de stortakkers. Maar ja, dat hoort bij de hobby. Zo zit het nou eenmaal. Gezien trouwens wat een prachtig gebied het is, hè. Je hoort niks. Er is geen windje. Daar staat een koppeltje vee. Daar staan wat Hoogse Schotlanders. Hoe zeggen ze dat? Schotse Hooglanders. Heerlijk. Kijk, sommige mensen zijn alleen maar uit op zilver en goud en mooie munten. En dat mag. Ik bedoel, ieders hobby en ieder mag dat invullen zoals hij dat zelf wil. Maar ik kan bijvoorbeeld ook wel heel blij worden van een gesp. Het voordeel van dit soort vondsten is dat je een steeds breder beeld krijgt van wat voor stortje hier ligt. Maar trek daar een beetje leer uit. Probeer een beetje te achterhalen hoe oud zo'n gespje is en waar zo'n gespje vandaan komt. En of dat door heel het land of door heel Europa gebruikt werd of alleen lokaal. Hoe meer je je geïnteresseerd, ook in de simpele vondsten, hoe breder de interesse gaat worden. Let maar op. Moet je eens voorstellen dat je thuis een kast hebt met lood, met, ja, hoe zeg je dat? Met lode bladversiering. Kijk, kom een beetje dichterbij. Dit is lode bladversiering en dat zat bijvoorbeeld op de hoeklijnen van een kast. Kun je toch niet voorstellen dat jij thuis komt en dat je in een kast ziet staan helemaal vol met van die looie tierenlantijntjes. Toch is het echt gebeurd vroeger. Leuk. Gaat in die zak. Alle troepjes gaan in die zak en alle leuke dingen gaan in die zak. Ga het je netjes dichtmaken en dan gaan we naar de volgende. Een heel mooi strak geluid.
Oh. Zo'n gesp heb ik nog nooit eerder gevonden. Ik denk namelijk dat dit een gesp is. Kijk, je hebt hier ook een gaatje en aan deze kant ook een gaatje. En hier zou dan, ja. Ja, ik denk echt dat het een gesp is, maar ik heb deze vorm gesp nog nooit eerder gevonden. Maar ik ga thuis opzoeken. Ik ga kijken of ik hem kan vinden. Kijk eens, ik dacht al bijna dat we ze niet meer zouden vinden. Een muntje in een kluit. Nou is dit een kopermuntje, een duitje. Nou zeg maar gerust een duit. Maar het is niet, er is niet veel meer van over hoor. Hij is meer rot dan dat hij heel is. Soms zag je nog wel eens wat in de imprint, maar daar zie je ook niks meer op. Maar dat is wel een munt. Dat dan weer wel. Zien jullie hem zitten? Leuk is dat, hè? Ik heb hem er zo rustig aan uitpulken. Ik denk een leeuwencent. Ik weet het al zeker. Is het een leeuwencent? Voor. Ja, is een leeuwencent. Leuk. Daar zat hij. Hier. Een inimini leeuwenpootje. En het is van een potje. Ik laat straks in het hoekje wel even een fotootje zien als me dat lukt. Maar wat me opvalt aan dit veld is dat alles vreselijk diep ligt. Het ligt echt nou, zo'n stukje diepte. Kijk, moet ik het wel eerlijk doen? Zo. Nou, dat is best diep. Zeker voor dat soort kleine frummeltjes. Dus je moet goed opletten, goed luisteren. Ook die twijfelgevalletjes, want als hier nou heel veel muk op zit, dan kan die soms gewoon een beetje een raar geluid geven. En denk je dat het een stukje ijzer of een stukje rotzooi is. Dus zo zit dat. Gewoon goed blijven opletten. Als je tenminste die kleine krummeltjes ook wil hebben. Nou. Polletje werkt niet erg mee. Een stukje van een lepel of een vork. Wel mooi versierd. Dat dan weer wel. Nou, toch nog iets leuks van zilver. Al weet ik niet precies wat het is. Ik denk dat het een naaldenkoker geweest is. Maar hij is helemaal stuk. Maar het is wel zilver en mooi bewerkt. Dat gaan we thuis mooi schoonmaken. Kijken wat er naar voren komt. Misschien staan er nog wel leuke stempeltjes in waar we wat uit kunnen halen. Wie weet. Leuk. Nou, dit was hem alweer. De aflevering van de Toy Soldier. Lekker gezocht in mijn eentje. Maar dat vind ik af en toe gewoon echt heel fijn. Niet onwijs veel gevonden, maar toch best nog wel leuke dingetjes. En ik ben vooral eventjes lekker tot rust gekomen. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.